Ik ben Zita, interieurarchitect bij Durabriek. Ik heb deze kijkwoning ingericht. En naast het inrichten van kijkwoningen begeleid ik ook de klanten bij het maken van hun interieurkeuzes. Waaronder de vloeren, de keuken, de binnendeuren. En dat gebeurt hier ook in Mechelen. Hier in Mechelen werken we met een heel bijzonder woonconcept waarbij we woningen en appartementen gaan stapelen. Waardoor we een heel efficiënte wooncapaciteit creëren op een beperkte ruimte. Dat is zeer duurzaam en ook heel energie-efficiënt. Dit is een vrij compacte woning en dat heeft mij geïnspireerd om het vrij open en ruimtelijk te maken. Bijvoorbeeld werken met zwevende kasten geeft een heel ruimtelijk effect, maar toch nog genoeg opbergruimte. Een vestiaire die volledig wordt uitgewerkt, werken met lichte kleuren, wandverlichting die enorm veel sfeer brengt en openheid en ook het gebruik van spiegels die ruimte optimaliseren. Onze woningen bevinden zich hier in het midden van het groen, vlakbij Plankendaal. Maar wil je toch een beetje de bruisende stad opzoeken, dan is het maar 15 minuutjes fietsen en je bent in het centrum van Mechelen. Als je op zoek bent naar rust in je interieur, dan is het heel belangrijk om een eenheid te vormen doorgaans je woning. Bijvoorbeeld het afstemmen van kleuren, dat je dezelfde kleurnuances gebruikt, dezelfde materialen die kunnen terugkomen. Dat wil niet zeggen dat alles daarom hetzelfde moet zijn, maar je kan hier en daar wel een kleuraccent voorzien. Maar het is vooral een algemeen gevoel als je ergens binnenkomt dat het allemaal klopt. En die eenheid zorgt voor rust en dat is wat de meeste mensen eigenlijk naar op zoek zijn.